Kiosk. Welkom bij een beetje een random video. Just click on a point of interest to go there. Ticket to Ride spelen. Voor de mensen either die dat grab my ticket kennen, to play, ja. Or enter the station through the door on the right. Kan je begin denk ik beter overslaan, want ik ga een beetje uitleggen hoe het spel werkt, wat de regels zijn. Dit is een spel dat ik nog niet heel lang ken, een paar weken. Maar ik vond dit spel... Het heeft iets. En dus heb ik het online gekocht. En daarna heb ik ook het fysieke spel gekocht. Zeker nog de Anniversary Edition. Dus voor mij was het waard, want ik vind het echt een geweldig spel. Dus daarom laat ik het nu ook play on the classic US map that got it all started. Ik heb twee kaarten. Ik heb Europa en play on the classic US map that got it all started. Standaard is USA map, dus laten we daarmee select this destination. Ik vind spelen met drie players it's the same one found het, in the classic Ticket to Ride board game. Dus laten we dat gewoon doen. Ik ben geen expert in dit spel. Ik heb dit spel online denk ik zo'n 2 uur gespeeld en misschien nog en nog wel een paar uur fysiek, zeg maar. Maar ik zal het een beetje uitleggen. Wat je hier ziet is de kaart van Amerika met allemaal kleurtjes en steden. Het doel is, zeg maar, om die steden te verbinden met treinen door sporen te claimen. Om een spoor te claimen, hier zie je kaartjes. Hier zie je bijvoorbeeld 2 roze. Om dit spoor te claimen heb je 6 roze nodig. Die leg je dan neer. Dan mag je hier treintjes neerzetten. En dan kan niemand dat van jou afpakken. Het doel daarvan is om uiteindelijk een connectie te maken tussen 2 punten. Stel je neemt deze, dan moet je op een of andere manier routes claimen van Portland naar Phoenix. Weet je wat? Ik denk dat we met 4 personen gaan spelen. Play on the classic US map that got it all started. Dat heeft een voordeel. Ook voor de anderen natuurlijk, dus maakt niet zo heel veel uit. Maar je ziet af en toe zie je 2 routes. Hier bijvoorbeeld. Dat betekent dat als iemand bijvoorbeeld de roze heeft geclaimd, dat jij alsnog de groene mag claimen. Dus dan heb je 2 claims naast elkaar. Dat is voordelig. Dat geldt alleen als je met meer dan 4 personen speelt. Het spel is speelbaar van 2 tot 5 personen. Dus dat is een groot voordeel van spelen met 4 personen. Ik moet zeggen, als ik het zeg maar met andere mensen ging spelen, dan deden we dat vaak met z'n drieën. En dan gebruikten we alsnog de dubbele route. Dat maakt het gewoon net iets makkelijker, zeg maar. Maar het doel is om je... Dit zijn destinations cards. En die moet je eigenlijk voltooien. En als je die voltooit, krijg je er punten voor. Dit zijn trouwens hele irritante destinations cards. Omdat ze niet allemaal bij elkaar liggen, zeg maar. Die moet je dus voltooien en dan krijg je punten. Je krijgt 12 punten voor. Deze gaan we sowieso nemen. Dat hoort aan het eind opgeteld, maar wat je dus moet doen, je moet van Boston naar Miami volgens deze. Dan is het meest logisch als je zo gaat. Maar als stel je begint hier zo, je doet dit en je doet dit en iemand komt er dan achter, oh jij gaat naar Miami. Dan kan diegene hier een route neerleggen, dan kan jij, of een claim, dan kan jij er niet meer langs. En dat betekent dus dat je route moet aanpassen. En als iemand nou heel goed erin is om jouw plan dwarsbomen, dan kan die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld heel Miami wordt
ja, dat niet meer bereikbaar wordt. En dan kan je die 12 punten niet meer innen. Sterker nog, aan het einde verlies je dan 12 punten omdat je die route niet hebt voltooid. Zo werkt het spel een beetje. Als het een beetje onduidelijk klinkt, dan wordt dat vanzelf al duidelijk tijdens het spelen van deze game. Maar dit is het begin. Je krijgt 3 destinations cards. Daar moet je er 2 van kiezen. Mag ook 3, 2 of meer. We zijn een beetje ongelukkig, denk ik, met destinations cards. Maar ik denk dat ik voor deze 2 ga. Voordeel is dat je dubbele routes mag hebben, dus dan zouden we hier niet al te veel problemen mee hebben. Een ander ding is, hier mag je bijvoorbeeld alleen maar oranje neerleggen en hier zwarte. Maar deze zijn meer grijsachtig. En daar mag je alles neerleggen, zolang het maar hetzelfde zijn. Zoals hier zijn 2 blauwe, die mag je hier neerleggen. Je mag ook 2 locomotieven neerleggen, daar komen we zo nog wel op. En, een locomotief kan je sterker nog overal neerleggen. Maar wel belangrijk is dat je, als je hier dus een baan wil neerleggen, maar je hebt geen oranje, dan heb je wel 6 locomotieven nodig. Dus je kan niet 1 locomotief en 5 oranje doen. Dat kan niet. Verder krijg je punten voor de claims die je maakt. De treinen die je neerzet, zeg maar. Dus stel je doet deze. Dat zijn 4 wagonnetjes eigenlijk. Daar krijg je 7 punten voor. En aan het einde van het spel worden... Of zijn al deze punten bij elkaar opgeteld, plus de destinations card. En dan komt er nog een prijs van 10 punten voor wie de langste trein heeft. En iedereen begint met 45 wagonnetjes. En het spel eindigt als iemand minder dan 2 wagonnetjes nog heeft. Als één iemand minder dan 2 wagonnetjes heeft, dan gaat de laatste ronde in. Dus dat betekent dat iedereen nog 1 keer aan de beurt is. Nou, laten we beginnen. Wij beginnen, denk ik. Dit zijn onze kaarten. We kunnen kaarten pakken. We kunnen de 2 pakken. Er zijn 3 dingen die je kan doen tijdens je beurt. Het eerste is, je kan een claim maken. Dus we kunnen nu bijvoorbeeld dit doen. En dan hebben we daar een claim. Dan is onze beurt voorbij. Wat je ook kan doen is hier 2 kaarten pakken. Je kan ook, als er niks voor jou tussen ligt, kan je een willekeurige kaart pakken. En je kan 3 nieuwe destinations card pakken. En dan moet je er dan minimaal 1 van kiezen. En dat is dus dat doe je vaak als je de eerste destinations card voltooid hebt of niet meer kan voltooien. Of aan het eind van het spel, als je behoorlijk achter staat op de rest, dan kan je nog punten scoren door een destination card te pakken. Maar dus, of je pakt 2 van deze dingen. Je kan ook een locomotief pakken, maar je kan er maar 1 pakken. Stel, er staat hier een locomotief en ik klik erop, dan is meteen mijn beurt voorbij. Ik begin met 2 locomotieven, wat niet slecht is. Maar ja, zo werkt het spel een beetje. Dus laten we maar beginnen. Laten we gewoon beginnen met Boston naar Miami. Want hier maak ik me niet zo zorgen om. Dit kan altijd nog wel. Eigenlijk wil ik nu graag 4 roze hebben. Dan heb ik deze route in ieder geval vast. En dan kan ik alle kanten eigenlijk op. Dit zijn ook allemaal dubbele banen. Dus daar hoef ik me niet zo heel veel zorgen om te maken. Maar zoals je ziet zijn er geen roze. Dus we gaan nu... We hebben ook geel en oranje nodig. Dus sterker nog, laten we zwart pakken. Want we hebben al zwarte. En dan wordt er een nieuwe kaart neergelegd.
Laten we voor de oranje gaan. Ja, kijk. Nou, de rest doet zijn beurt nu. In het begin is het een beetje een kwestie van kaarten opsparen. En kijk, hier zien we twee roze. Die hebben we nodig. Daar is een locomotief. Ja, we kunnen twee rode pakken. Dan kunnen we in de volgende ronde kunnen we hier een route neerleggen. Hij heeft nu Niels heeft nu een route neergelegd. En van drie wagonnetjes en dat is dus 4 punten waard. Hebben we iets aan groen? Nee, denk ik niet. Laten we ook een route neerleggen. Laten we deze route, ja. Dus het heeft een voordeel om langere routes neer te leggen, want dat levert gewoon veel meer punten op. Wij zijn donkerblauw. Laten we hier nu de route neerleggen. Nou, op dit moment hebben wij 4 punten, hij 5. De vrouw nog allebei op 0. Zoals u ziet is er geen roze. We kunnen willekeurig nemen. Dat gaan we ook doen. 2 keer. Nou, hier is een roze. Die pakken we. Het nadeel hiervan is dat er voor de rest niet veel ligt voor ons. Dus en we kunnen nu geen claim meer doen omdat we al een kaart hebben gepakt. En we moeten dus nog een kaart pakken. Maar we kunnen niet de locomotief pakken, want dat is meteen 1 beurt. En we hebben al een deel van onze beurt gedaan, dus we kunnen niet nog een hele beurt doen. Oh, maar kijk, dit is heel gunstig. Nu kunnen we hier deze route neerleggen. Dat levert ons ook meteen wat punten op. 7 als het goed is. Ja, dus daarmee staan we eerst. We hebben nog 37 wagonnetjes over. Oké, Lise legt ook wat neer. Nu hoeven we eigenlijk alleen nog maar deze twee te doen. Oranje hebben we op zich niet echt nodig, dus laten we die gewoon hier leggen. En dan weet iedereen in de wereld wat wij hier van plan zijn. We willen deze twee willen we samen laten komen. En dat gaan we natuurlijk ook doen. Ik wil graag deze groene. Daar hebben we er al 1 van. Dus dan kan ik hier een tweede neerleggen en laten we een willekeurige nemen. Oké, een blauwe. That's alright. Dus nu hebben we onze route voltooid. Dat levert 12 punten op. Maar je weet dus niet wat de anderen van plan zijn en hoeveel ze heeft zitten sparen. En je weet niet hoeveel routes ze hebben voltooid. Dus dat is het strategische van dit spel. We gaan nu even deze route doen. Dat is maar 5 punten waard. Maar ja, we kunnen het beter zo snel mogelijk doen voordat dat spel alweer afgelopen is. Want het laatste wat je wil is dat... die wilde ik niet. Ik wilde die andere roze, maar hij ging schudden. Dus. Kijk, nu gaat het hard. We staan tweede nog qua wagonnetjes. Nu ligt er niks rond. Laten we gewoon deze roze hier neerleggen. Het is maar 1 punt waard dus. Ja, het liefste wil je natuurlijk de langste routes. Dus bijvoorbeeld Vancouver naar Boston ofzo. Maar
ook de langste claims. Want dat levert hier weer meer punten op. Dus dit zijn hele korte claims in een hele korte route. Dus dat levert eigenlijk heel weinig op. Je kan wel in een, als je een willekeurige kaart trekt, kan je een locomotief trekken. En kan je dus zelfs twee locomotieven trekken. Nou, iedereen weet wat wij nu gaan doen, maar ze kunnen er nu niet echt, dwars komen, omdat er twee routes liggen en ze gaan niet samenwerken, want ja, ze spelen hun eigen spel. Dus wat we nu gaan doen is nieuwe destinations card kiezen. Deze lijkt me enigszins. Nou, deze is goed te doen eigenlijk. 16 punten. Deze is. Oh. Ja, je moet niet te veel op je. Ik denk dat ik ze alle drie kan doen, maar. Ai, ai, ai. Dit kan heel riskant zijn wat ik nu doe. Oh, we hebben nog maar 28 treintjes. Ja, dit is. Even kijken. Dan moeten we zo. Het kan. Ja, dus 2. Dit is. Ja, moet je natuurlijk hopen dat niemand ons dwarsboomt. Dan kan het. Het liefst wil je dan ook nog zo. Oh ja, dat moet ook. Ja. Het is mogelijk. Maar je zit ook een beetje met de tijd. Want zometeen raakt zij op. Met hun wagonnetjes. En dan ben ik de lul, zeg maar. Maar laten we de gok nemen. En het eerste. Het eerste wat ik ga doen is hier leggen, want ik wil heel graag dat deze veilig is. En dan eigenlijk wat ik nu moet doen is 4 gele sparen. Of 6 rode, dat is misschien nog wel beter. Maar ja. In de tussentijd dat je spaart, kan iemand anders natuurlijk een route neerleggen. Dat is het nadeel van sparen. Maar laten we voor 2 zwarte gaan. Voor nu. Ja, laten we voor nog een zwarte gaan. En voor een. Doe maar voor een rode. Ja, doe maar voor een rode. Nou, je kunt natuurlijk ook oranje sparen. Laten we niet op één paard gokken. Laten we ook oranje erbij nemen. Er zit niet echt wat nuttigs tussen. We kunnen hier wel 6 groene. Maar dat is veel 6 groene. We kunnen ervoor sparen. Laten we groene nemen. Ja, die route wou ik dus nemen. Maar dat kan nu niet meer. Dus gelukkig heb ik net zwarte. Want dan kunnen we er zo omheen. Dat is een. Af en toe heb je geluk nodig. En dat hebben we hier een beetje. Enigszins. Niet helemaal. Omdat dit was natuurlijk het makkelijkste geweest. Twee oranje. Dat is goed.
ben hem nu wel een beetje aan het knijpen, want ik weet niet of we genoeg tijd hebben. Kijk, oh shit. Dit is niet goed. 17 heeft hij er nog. Ik heb er nog 26. Zullen we... Nee, we kunnen nog niet ergens een route. Hebben we groen? Ja, groen hadden we nodig. Neem een groene. Oh, nog een groene. Alright. Ja. Nog één. We hebben nog één zwarte nodig. Eén gele. Eén oranje en twee groene. En dan zitten we eigenlijk gebakken. Laten we een rode nemen. Dan hebben we twee rode. En een mystery. En een witte. Daar hebben we dus weer niks aan. Laten we deze maar neerleggen. En we kunnen hem ook zo neerleggen. Maar... laten we hem zo neerleggen. Ah, oranje. Die hebben we nodig. Oranje en groen. Oké. Ik wil hem heel graag neerleggen nu. Oh shit, 14. Hebben we genoeg tijd? Want anders worden dit allemaal minpunten. Dat is het grote nadeel. Oh shit, ik ben helemaal vergeten dat we allemaal naar Chicago moeten. We hebben twee roze daarvoor nodig. We hebben in ieder geval een gele. Laten we in ieder geval deze afmaken. Oké, dit is San Francisco Atlanta. Ja, laten we in ieder geval voor deze gaan en dan kijken wat we nog kunnen. Ik denk dat we dat niet gaan halen. Ik denk dat we San Francisco Atlanta nog wel kunnen doen, maar die andere niet. Ja, mystery. Oh, yes. Ik heb nog één groene nodig. Dan kan ik hem zo snel leggen nu. Eén groene. Kom op. Nee. Nee. Eén groene. Nou, ik kan alvast deze leggen. Ja, er zit geen groene. Oké. We hebben nog één groene nodig. Ja, we kunnen ook natuurlijk vier rode doen. Ja, dat is denk ik... Ah, oh, shit, ze heeft er nog... Ze heeft er nog zo weinig. 8. Ik moet er dan nog 4. Ik moet er nog 8 neerleggen. Dat kan dan. Laten we gewoon 2 willekeurig nemen. Oké. Nee, ze legt weer wat neer. Oh, 2 rode, ja. Oké, we gaan voor deze weg. Het is een beetje jammer dat we al die groene hebben opgespaard, maar gezien de tijd moeten we nu wel. Oké,
Ik heb twee rozen nodig. Of een locomotief. Oké, locomotief. Zolang zij maar niks neerlegt. Daar ben ik echt super bang voor. Ja. Doe maar zo. Twee groene. Oh, die heb ik natuurlijk. Oh, dit is super slim. Ik ben super praktisch. Ja. Oh, dit voelt wel goed. Oh, dat had ik helemaal niet door. Maar dat was een super slimme set om voor deze rode te gaan in plaats van die. Daardoor had ik die groene over die ik hier kon neerleggen. Ja, nu gaan we gewoon een beetje... Ja, wat kunnen we nog? We hebben, er nog drie. Dus ja, laten we hem gewoon hier neerleggen dan. En dan is het spel eigenlijk afgelopen. En ik ben vrij zeker van mijn zaak. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Elise is wel goed hoor. Dat is een heel spannend spel dit. Nee, we gaan dat niet. We gaan niks riskeren. We hebben behoorlijk wat punten met die Destinations card. Dus we hebben ze allemaal voltooid. Dus laten we maar gewoon op safe spelen en gewoon twee kaarten pakken. Dat is mijn laatste beurt. En nu wordt alles dus opgeteld. Eerst Niels. Dat zijn veel punten. Oeh, dat zijn heel veel punten. Oké, die heeft hij niet gehaald. Die wel. Oeh. Oh, dat is rood. Oké. Elise. Ik denk dat Elise gaat winnen. Maar ik denk dat ik in de buurt kom. Oh, oké, dat is geel. Ik heb veel punten met die Destination Card. En groen heeft de langste trein, dat zie ik niet. Maar misschien niet. Oké, nu komen we twee big boys. 12 punten. Oh! Het is al heel dicht bij elkaar geëindigd, hoor. Het is echt heel dicht bij elkaar. Dit is absoluut een van de spannendste potjes die ik ooit heb gespeeld. 125 punten, dat is 1 punt minder dan mijn record. En dan nog word ik derde, dat is best wel... Wie had de langste trein trouwens? Mina? Maar dat zou best kunnen. Nee. Wauw, zonder de langste trein gewonnen. Hè? Dat is knap, had ik de langste trein? Of Elise? Elise had de langste trein. Even kijken, wat kleur is. Was rood, hè? Dus die ging helemaal zo. Nou, ik denk dat mijn trein behoorlijk in de buurt komt, hoor. Ik heb ook best een lange trein. Maar net niet lang genoeg, dus. Helaas, maar dat was het eerste classic potje. US map that got it all started. Er nog eens Ticket to Ride maar dan Europe. In de takes Europe, you on a new train adventure. Maar ja, daarom vind ik dit spel zo leuk. Het is zo spannend. Je weet niet wat andere mensen doen. Waarom heb ik 4 kaarten? De Europe Edition is weer net een klein beetje anders. Dit is pas de tweede keer denk ik dat ik hem speel, dus ik schat mijn kans niet al te hoog in. Maar er is een verschil. Kijk, dit zijn tunnels. En ik heb net een beetje gelezen hoe het werkt, maar ik weet niet of ik het begrijp. Dit is die grijze kleur, dus dat betekent dat je eigenlijk alles neer kan krijgen. Stel je legt 4 gele neer. Dan komen er 3 op tafel, zoiets. En als daar dan 3 van die van deze kaarten worden dan opengelegd, zeg maar. En als daar een gele tussen zit, dan moet je zelf nog een gele laten zien of een locomotief of zo. Zoiets. Ik zei al, ik begrijp het niet helemaal. Dit zijn ferries. Hier zit een locomotief in, dat betekent dat je een locomotief moet neerleggen. Ik denk dat hier gewoon 1 locomotief en 1
willekeurige kaart. Ik denk dat het zo werkt. Ik weet allemaal niet zeker, maar we gaan het zien. Zürich naar Budapest. Frankfurt, Smolensk. Edinburgh, Atlanta. Of Atlanta, Athene. Ja, ik wil voor deze gaan. 21 punten. En dan tegelijkertijd voor deze. Ik denk dat dit... We gaan dit doen. Super riskant. Maar, live a little. Gelukkig spelen we weer met twee banen. Dus, die locomotieven waren we voor nu. Want die hebben we misschien hier nodig. Ja, ik wil eigenlijk wel roze heb ik nodig. Roze. Groen heb ik. Roze en groen, dat zijn de belangrijkste. De rest zijn allemaal vrij korte routes. Dus. Roze en groen. Ik heb één roze en één groene. Laten we een mystery card nemen. Nog één. Oké, roze. Roze wil ik graag. Weer een mystery card. Ja, doe maar. Nee, daar wou ik, denk ik. Toch? Nou, we kunnen er nu nog makkelijk omheen. Weer een roze. Oh, we hebben al drie rozen. Ja, dan kunnen we gewoon meer trekken. Alright. Ik wil die groene. Ik wil die groene. Ik wil hem heel graag. Nee! Mijn groene. Groen, oranje. Gewoon twee mystery cards. Rood heb ik wel nodig. Heb ik rood nodig? Oranje. Ja, oranje heb ik wel nodig. Ja, 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 oranje. En nog twee groene. Ik zie momenteel de groene, dus laten we maar gewoon hier eentje neerleggen. Is dit groen? Ziet er een beetje onduidelijk uit. Hebben we iets aan geel? Ja. Twee geven is goed. Oh, groen. Ik was iets te snel met klikken. Maar die kunnen we gewoon hier neerzetten. Geven. Ik wil zo graag die groene veiligstellen. Ik ben bang voor die gele trein. Ik weet niet waar die heen gaat. Hmm. Hebben we iets aan roze? Nee. Ik heb groen nodig. Damn it. Laten we deze veiligstellen misschien. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Laten we die roze pakken. En deze graag. Groen. Ja, groen. Nog één. Ai. Laten we rood pakken. Oké, nu liggen er drie kaarten.
Mystery. Yes, groen. Hebben we nog een rode nodig? Ja, doe maar. Hallo. Oeh, shit. Ik wil hem zo graag neerleggen. Ja, oké. Als we deze twee nou... Daar hebben we weer groen voor nodig. Dat is een beetje jammer. We hebben geel nodig. Even kijken. Wat nou als ik... Nee, laten we rood neerleggen. Wat nou als ik dit doe? Oké, nu is mijn locomotief weg. Oké, zo werkt dat. Ik denk dat ik het snap. Groen. Heb je nog een groene? Oranje. Ik ben eigenlijk aan het sparen voor zwart. Zwart. Ja, nog één? Oranje. Ik krijg al die gele. Niemand wil geel. Noem maar dit lijstje aan al. Ik heb nog één zwarte nodig, kom op. Nee, geel. Geel. Ah nee, ah. God damn it. Misschien heb ik nu wel geel nodig. En groen weer. Ik heb zoveel groen nodig. Dat is niet leuk. Zilver geel gaan. Nee, laten we dit zijn mystery cards nemen. Oké, een locomotief. Misschien moeten ze dit even opnieuw schudden, man. Weer een locomotief. En een roze. Groen nodig. Oh mijn god. Yes, eindelijk. Ik kan eindelijk deze route neerleggen. Groen. Oh, wow. Alright. Now we're getting somewhere. Ik hoop dat dit goed gaat. Nee, maar gelukkig krijg ik dan nog een kaart terug. Er werd een roze gedinges, dus ik denk dat dat de reden is. Laten we het nog een keer proberen. Ja. Whatever it takes. Oké, ik heb nog één groene nodig en een gele. Nou, gele is niet zo moeilijk te verkrijgen tegenwoordig. Oh, vind ik te geven, kom op. Nee, mystery, oranje. Oh, deze gaat... Je weet dat hij hier een lijn gaat aanleggen. Maar ik ben te druk bezig met mezelf om daar iets aan te doen. Ik heb wel een lange trein hoor, als ik... Maar, kijk, als ik hem hier neerleg, dan weet iedereen dat ik deze ga leggen. Dat is het probleem, daarom... Wil ik het liefst even wachten. Oké, locomotief, dat is handig. Een rode.
Rooi. Moet misschien wel een beetje snel handelen nu. Locomotief. Laten we voor de locomotief. Ik wil geen risico's meer nemen nu. We leggen hem gewoon neer. Alright. We kunnen hem nu afmaken. Woeh. Dat was best intens. Hoeveel hebben we nog over? Niet zo heel veel. Dus ik moet een beetje geluk hebben bij mijn destination card. Gelukkig heb ik wel wat kaarten. Oké, Smolensk, Rostov. Die is onmogelijk. Die is... niet... jawel, wel onmogelijk. Oh shit. Sarajevo, Sevastopol. Ja, er zijn weinig andere opties. Ja, dan gaan we maar gewoon... dan gaan we maar gewoon zo. Dit kan een... nou ja. Hooguit verliezen we 8 punten. Dus. Hebben we geel nodig? Nee, niet echt. Oké. Okay. Ik hoop... oh, wat? Wie? Hoe werkt dit? Ik weet niet hoe dit werkt. Er zat geen gele hier, dus ik dacht... oké. Okay. Moet ik nou gele? Ik snap het niet. Ik vind die UMC map leuk. Hoeveel treintjes heeft het? Oké. Zit er nog redelijk safe? Gaan we nog een keer proberen? Gaan we sparen? Oh nee, die wou ik helemaal niet pakken. Alhoewel, doe maar. Oké, locomotief, die heb ik nodig. En zwart, die heb ik ook nodig. Ja, het spel begint nu op zijn einde te lopen. Oké. En doe maar gele. Rejected. Yes! Finally. Right. Nu komen we ergens. Ik heb trouwens... ik doe wel mee voor de langste trein. Alhoewel groen ook wel behoorlijk bezig is. Rood en geel niet echt. Zwart nodig. Ik heb te veel verschillende kleuren eigenlijk. Nou, we kunnen 2 groene nemen. Ja, we kunnen zeker 2 groene nemen. Oeh.
Shit, hij heeft nog 6 treinen. Ai. Laten we die groene nemen. De mystery. Ah. Ik heb nog een locomotief voor deze nodig. Dat is het probleem. En ik heb nog 2 grijze nodig. Nou, oranje kan ook. Maar dan heb ik nog steeds een locomotief nodig. Oké, een grijze. Hier, daar heeft er nog 4. Oh. Nee, geen locomotief. Het zit niet mee. Het zit gewoon even niet mee. Ik heb gewoon een locomotief nodig en 1 grijze, dan ben ik klaar. Nee, weer een... Yes, een locomotief. Phew. Kan ik in ieder geval deze eens neerleggen. Oh. Shit, laatste ronde is ingegaan. Ik heb... Dit is echt zo pijnlijk. Dit is echt heel pijnlijk. Hier, ik kom 1 zwarte tekort. En dan zou ik absoluut de langste trein hebben. En dan heb ik deze destination card binnen. Maar ja, dat kan dus nu niet meer. Dus we moeten nu gewoon voor wat punten gaan. Helaas. Dit is echt wel pijnlijk. Dit is echt heel pijnlijk. Ja, ik ga deze 4 gewoon ergens droppen. Kan ik... Oh, kijk. Kan hem aan mijn lijn vastmaken. Niet dat dat heel erg maakt. Maar oké. Okay. Toch 7 puntjes nog. Ik denk dat ik niet heb gewonnen. Sterker nog, ik denk dat ik... ook niet laatste... Oh shit, 20 punten. En plus 8. Plus wat? En de langste trein, ja hoor. En... Oké, dat is wel goed. Oké, Niels heeft gewonnen, dat is duidelijk. Oké, ik denk dat ik nog wel voorbij rood kom. Nou, nee. What the fuck? Hoeveel destinations card hebben rood? Jezus. Nou, is mijn trein niet langer dan de groen. Nou, ik ga in ieder geval boven geel eindigen. Ja, duidelijk. Yes, niet laatste. Waarom hebben ze allemaal zo... Ik heb wel destinations card. Nee. Oké, 20 punten. 21. Oh, dat was het, hè? Oh, ik ben laatste geëindigd. Weliswaar met 89 punten, wat nog steeds wel aardig is. Ik bedoel, het komt vaak genoeg voor dat je, nou ja, niet zozeer, maar zeker de AI zie je af en toe gewoon 40, 50 punten scoren. Als je dan met 89 nog laatste wordt. De AI staat zeker niet op
op normal of op easy difficulty. Dat zo. Volgens mij kan je dat niet eens instellen. Ticket to Ride Europe takes you on maar het is duidelijk dat Europa wat moeilijker is dan USA gewoon door de extra regels. Volgens mij is de map ook ingewikkelder. Takes you on a new train adventure through the great cities of the turn of the century Europe. En zo de USA map ken ik wat beter, omdat ik die al vaker heb gespeeld. If this is your very first game, select this destination. Dat is een voordeel. It's the same one found in the classic Ticket to Ride board game. Laat het vooral weten grab my ticket to play, je meer van wil zien. Enter the station through the door on the hello again. Zou ik dat heel graag willen doen. Dit was de strategische zaterdag. Gingen we op in het schaduw. En de reden daarvan is ik wilde de Superstates map gebruiken. Maar die werkt niet bij de laatste update. Dus daar moet ik even naar gaan kijken. Ik denk dat ik wel verder kan gaan met mijn Nederland. Maar dat vond ik eigenlijk ik vond de Texas, die vond ik juist heel leuk. Alhoewel daar wel de helft van de footage verloren is gegaan. Voor mij was dat de leukste om te spelen. Maar ja, daar moet ik nog even naar kijken. Voor nu, dank voor het kijken. En tot de volgende keer met misschien meer Ticket to Ride.